Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En deze video gaat over dat er hoop is voor jonge mannen. Zeker als je dit soort type man bent. Laten we er gelijk induiken. Voordat we beginnen, laat even een like achter en abonneer op dit kanaal. Zou me enorm erg waarderen om meer van dit soort geweldig valuable video's voor jullie te gaan maken. Er is hoop. Het is veel moeilijker om nu te leven als een hoog testosteron vervulde alfaman. Het was eerst de regel en niet de uitzondering. Het is niet iets dat je per ongeluk doet door beest te worden, door rijk te worden, door vervuld te worden. Maar dat betekent wel voor de mannen die het wel proberen. Er is hierdoor dus heel veel minder competitie aan de top tegenwoordig. Er zijn heel veel mannen die veel te lui zijn om daadwerkelijk het werk te doen en de vruchten daarvan te plukken. De voordelen. De volgende zijn heks en je moet kapitaliseren op deze. De voordelen voor het moderne leven. De reden waarom het een geweldige tijd is om nu te leven. Letterlijk, je kan zoveel bereiken. Je kan 10k per maand verdienen. Met bijvoorbeeld een businessmodel als dropshipping. 10k per maand winst. Daarmee de hele wereld rondreizen en alles doen wat jij maar wilt. Het internet biedt je zoveel mogelijkheden en jij zit alleen maar te scrollen. Wat ben je aan het doen? Social media. Nooit is het makkelijk geweest om je te omringen met andere succesvolle mannen. Met het juiste profiel en skills kan je alles bereiken in het leven. Bouw een profiel op. Bouw een YouTube-kanaal op. Bouw een Instagram-page op. Bouw een Facebook-pagina op. Gebruik het voor het netwerk. Gebruik het om jezelf te promoten. Op precies dezelfde manier als ik het doe. Ik promote ook mijn content om zelf ook meer in de picture te komen voor andere mensen. Gebruik het om te adverteren. Om daardoor dus meer klanten te genereren. En neem voordeel van het algoritme dat iedereen zo verslaafd is aan zijn telefoon. En ga dus consistent posten. Dat is iets wat je kan doen en wat je nul kapitaal kost om mee te beginnen. En ja, zolang je het maar blijft doen, ga je vanzelf progressie zien. Dit is ook pas mijn 15e YouTube-video of zoiets. En ik ga er gewoon 100 maken en ik ga gewoon kijken wat er gebeurt qua die groei. En ja, dat is eigenlijk altijd mijn mindset geweest om gewoon zo heel veel te doen. Dus 100 YouTube-video's, 100 podcasts ga ik maken. Dus eigenlijk overal minimaal 100 van doen, kijken wat er uitkomt. En van daaruit bouwen we natuurlijk altijd weer verder met jullie. Dus zo kijk ik ernaar. Bouw je social media profiel op. Of om geld te verdienen zoals ik doe. Of om chicks te fixen. Dat zijn de twee dingen die ik eigenlijk aanraad voor je social media. Online business. Nou, zoals je weet zit ik momenteel al meer dan 4 jaar in dropshipping. Je kan letterlijk alles leren. Waarom ik jou aanraad om met dropshipping te beginnen is instapkosten zijn zo super laag. Je kan echt met weinig startkapitaal beginnen. Je hebt geen voorraad nodig om te beginnen ten opzichte van een platform zoals Bol of Amazon bijvoorbeeld. Je hebt geen huur van een fysieke winkel en je hebt geen locatieafhankelijke business. Je kan overal ter wereld werken en je kan het opschalen. Dus of je nou 1 uurtje per dag werkt of 10, in principe is het verdienmodel eindeloos. Dus het is puur als je een winnend product hebt, het opschalen van dat product. En daar hoef je niet per se meer uren voor te werken, wat veel voordelen heeft. Informatie. De wereld heeft zoveel informatie en plaatst alles in je handen. En jij bepaalt dus wat je inneemt. Jij bepaalt of je deze video kijkt, deze YouTube-video, of dat je er nog 20 gaat kijken. Alles ligt voor het grijpen voor jou. Je kan high-income skills gaan leren, zoals dropshipping en online marketing. En het antwoord op elke vraag staat op internet. Jij bepaalt hoe je het gebruikt. Ga je alleen maar zitten scrollen, porno kijken, naar wijven zitten kijken? Of ga je de juiste dingen opzoeken die jou daadwerkelijk verder gaan helpen in dit leven? Oké, de maatschappij breidt zwakke mannen uit. De wereld waarin we leven laat superveel zwakte zien. Als je jezelf kan ontwikkelen en discipline hebt, dan kom je veel verder in het leven. Mannen die eerst competitie waren, zijn nu slaaf van het systeem. Dus door simpele dingen als comfort en plezier hebben ze gewoon opgegeven. Door drugs, alcohol, social media, porno, etc. Zijn er steeds meer zwakkere mannen en daarom is het steeds makkelijker om een sterkere man te worden. Dus dat zou je alleen maar mo moeten motiveren. Dat je alles kan hebben als je dus een sterkere man wordt. Social media. Een mes heeft twee kanten. Kan je tijd enorm hard opeten en jouw aandacht. En ik raad je aan om al je tijd die je op social media besteedt. Besteed aan het creëren van content in plaats van consumeren aan content. TikTok geeft de halve wereld ADHD in enkele seconden. Je attentiespan is 2 seconden. Vermijd short-form social media consumptie. Dus kijk geen shorts, geen TikTok shorts, geen YouTube shorts. Word niet high van je eigen drugs. Je wordt heel erg verslaafd aan dit soort dingen. En volg alleen dus inspirerende mensen zoals bijvoorbeeld mijn account. Ik hoop dat je wat aan mijn content kan hebben. En gebruik screen timers. Dus kijk hoeveel schermtijd je hebt.
En besteed meer tijd in het echte leven. Zet je notificaties sowieso uit. En ga erop uit. En doe gewoon eens wat anders wat je normaal niet zou doen. In plaats van alleen maar op social media zitten. Stop met naar het nieuws kijken. Ik kijk al jaren niet naar het nieuws. Ik luister nooit naar het nieuws. En nooit naar de radio. Het heeft mijn leven een positieve twist gegeven om dit soort dingen te vermijden. Want nieuws is altijd negatief. En nieuws gaat je niks opbrengen. En ik kijk eigenlijk al heel mijn hele leven amper naar nieuws. En je mist niks. Als er iets belangrijks gebeurt, hoor je het vanzelf. Net als nu bijvoorbeeld de aardbevingen in Marokko en Libië die zijn gebeurd. Belangrijke dingen die gebeuren op de wereld, die dringen altijd tot je door. En je wordt gewoon heel erg doodgegooid met onnodig nieuws dat je gewoon niet hoeft te kijken. Oké, gaan we het hebben over goedkoop plezier. Porno en het stukje aftrekken is iets dat ik sowieso aanraad dat je daar mee gaat kappen. Dat kan je zoveel in de weg zetten met bijvoorbeeld contact met andere vrouwen, et cetera. Netflix. Waarom zou je überhaupt nog een Netflix-abonnement hebben anno 2023? Ik snap die hele mindset niet, mensen die Netflix kijken. Online gokken, toto's zetten, drinken en dagelijks roken. Ja, het is goedkoop plezier. Het is makkelijker om aan je comfort te voldoen. Je kan wiet gaan roken als je dat wil. Je kan gaan aftrekken. Je kan fastfood gaan eten. Je kan gamen. Je kan leven dus van een vol leven vol plezier, drugs en comfort. Ik zal je één ding zeggen. Dit gaat je nergens brengen. Ik heb in mijn jongere jaren ook wat meer gegamed. En wat meer gedronken qua alcohol. En dat bracht mij nul voldoening. En dat brengt je alleen maar verder in de duisternis. Dus als je wel wat wil opbouwen, dan moet je kiezen voor de harde manier. Dus als je kiest voor een makkelijk leven, zal je leven moeilijk worden. En als je nu kiest voor een moeilijk leven, zal je leven steeds makkelijker worden. Oké. Volg me sowieso op Instagram, Paul van Sprundel, en Facebook, Paul van Sprundel. Drop een like en een comment. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Ciao, ciao.